Stel dat u op de stoel van een beleidsbepaler zat. Had u dan maatregelen genomen en welke? Ik had denk ik geen maatregelen genomen. Ik zou het vooral zoeken in beperkende maatregelen, afstand, mondkapje, dat soort zaken. Ik zou wel maatregelen hebben genomen, maar ik vind wel een dingetje wat. Want er zijn zoveel mensen wel gevaccineerd. En daar kun je niet alles voor sluiten of aan de kant zetten. Ja, ik vind het allemaal een beetje heftig. We moeten ook QR-codes laten zien om überhaupt gewoon naar de wc te gaan van HEMA. Zo. Zo. Ja, is dat heftig? Ja, ik vind dat wel heftig. Ik voel me gewoon een beetje buitengesloten of zo, omdat ik dat niet heb. Zouden er dan ook nog aparte maatregelen komen voor mensen die niet gevaccineerd zijn? Ik moet zeggen, dat bekruipt mij wel heel erg om daar iets aan te doen. Dan krijg je twee kampen en dat is nooit goed. Zo ontstaan eigenlijk altijd de oorlogen. En die is voor mijn gevoel al een beetje aan de gang. Het leven wordt moeilijker. Ja, zeker. Mensen vinden mij ook echt egoïstisch, omdat ik dat daarvoor kies. Maar ja. Ik weet dat het super gevoelig ligt. Maar ja, ik vind het heel vreemd dat mensen die dus kanker hebben, ik heb zelf kanker gehad, moeten wachten omdat iemand die zich niet wil laten vaccineren voorgaat. Ik heb daar wel moeite mee.